Ex-president Daisy Boutersen is vanmorgen samen met zijn vrouw Ingrid Boutersen-Weldring gevaccineerd met hun eerste dosis Sinopharm-vaccin. De NDP heeft haar partijcentrum beschikbaar gesteld voor de organisatie Su voor Su om te vaccineren. Naast het voormalig staatshoofd is ook de ex-DNA-voorzitter Jenny Gilling-Simons gevaccineerd met Sinopharm. Boutersen gaf in gesprek met journalisten aan dat hij zich prima voelde na zijn prik en vertelde waarom hij heeft besloten zich te laten vaccineren. Well, ik heb een medisch team en na goede deliberatie hebben zij medische argumenten aangegeven waarom zij adviseren om wel te vaccineren, maar dan met Sinopharm. Belangrijk is omdat het traditioneel. Nou, ik heb er geen problemen mee. Ik denk dat de pers even goed weet dat het is zo moeilijk om over een vaccin te praten als ze de vrij vertaalde naam mogen hebben van een vaccin. Is het heel moeilijk. Het is heel moeilijk om erover te praten, omdat de berichten zeer verwarrend zijn. Ik voel me goed. Boutersen gaf aan dat hij ook een voorstander is van het gebruik van Osedresi en dat hij het zelf ook gebruikt. Ik drink papayablad met veel gember, met zuur oranje. Ik drink vitamine C, ik drink vitamine D, ik eet moringa, ik doe wat aan fruit. Ik heb zelf zoveel gedronken dat ik geen mensje kreeg van dat ding, dus ben ik een beetje gestopt met zuur. Dus je moet de zaak ook niet onderschatten. Het belangrijk is dat je zoveel als mogelijk houdt aan de regels wanneer je ergens komt. Maar de immuun, je moet zelf zorgen voor jouw verder opboosteren van je immuunsysteem. Over de Suriname leeft deze mogelijkheid, was naast AstraZeneca en Sinopharm. Zou je op een andere keuze zijn gevallen? Nou, eigenlijk wacht ik op, ik zou Sputnik... makkelijk kunnen gebruiken en indien Cuba klaar is, totaal klaar is met haar proces tot vaccin, dan zou ik de Cubaan zeker genomen hebben. Personen die zich begaven naar het NDP-partijcentrum konden bij het voorgesprek aangeven of zij het Sinopharm of AstraZeneca vaccin wilden. In totaal zijn er meer dan 225.000 personen gevaccineerd, waarvan meer dan 178.000 de eerste dosis hebben gehad en meer dan 46.000 personen volledig zijn gevaccineerd.